We staan aan de vooravond van het grote feest van Pasen. Het feest van het leven, het ware leven. Christus, die is verrezen en nodigt ons uit om daarbij aan te sluiten. Om het leven wat hij heeft geleefd, maar ook zijn lijden en sterven, zoals wij dat ook op onze eigen manier in ons eigen leven meemaken, om ook dat te aanvaarden. Christus, hij biedt ons het ware leven. In de dagen voorafgaand aan de Goede Week, de dagen van de 40 dagen tijd, mogen we ons daar, geholpen door wat de kerk ons leert, wat de kerk ons in de liturgie aanreikt, ook gesteund en gesterkt weten. We mogen weten dat we die weg van de 40 dagen niet alleen hoeven te gaan en dat het ook niet alleen maar een weg is van versterving, maar wel een weg in de eerste plaats van verdieping, van verbondenheid zoeken met Christus. Die verbondenheid mag ons ertoe brengen om in de Goede Week ook werkelijk op feestelijke wijze te vieren dat Christus ons het ware leven aanreikt. We hebben in de Goede Week, die begint op Palmzondag, natuurlijk de feestelijke intocht in Jeruzalem. We gaan met Jezus de stad binnen, we juichen en we jubelen. Maar we gaan ook met hem aan tafel op Witte Donderdag. Daar mogen we met hem het avondmaal vieren. Daar stelt Christus de Eucharistie in en zegt hij tegen zijn leerlingen: blijf dit doen om mij te gedenken. En zo wordt ook het priesterschap ingesteld. Op Goede Vrijdag wordt het echt stil. Dan gaan we met Christus zijn kruisweg door. We gaan de laatste uren met hem in. De uren van het verraad, de uren van de gevangenneming, van de veroordeling en het uur van zijn lijden en sterven. En dan blijft het stil. Vanaf Goede Vrijdag, vanaf het middaguur, tot aan Paasnacht. Dan wordt het licht de kerk binnengedragen. Dan vieren we werkelijk dat Christus is opgestaan. Dat het leven de dood heeft overwonnen. En dat Christus werkelijk voor ons de poorten van de hemel heeft geopend. Zo willen we ons voorbereiden op het grote feest van Pasen. We willen ons verdiepen en we willen ons het allerbeste toewensen op die weg en daarna. Namens bestuur, raad van toezicht, directie en medewerkers van de VNB wens ik u allen een zalig paasfeest toe.